We doen niet aan integriteit, we doen gewoon aan eerlijke zaken doen. De eerste die mij straks aanspreekt op mijn integriteit, die wil ik vragen. Heb je ooit eens een keer illegaal iets gedownload? Heb je ooit je werkster eens een keer een tientje extra gegeven zwart? Heb je misschien eens een keer de verkeerde vrouw gekust? Misschien wel goed voor jou om dat meteen even te zeggen. Ben jij integer? Ontzettend. Ja. Ik ben waarschijnlijk wel degene in de Tweede Kamer met de grootste vastgoedportefeuille. Ja. 80 pandjes ongeveer? Nou, ik denk wat meer. Lekker bezig. We hebben een cadeautje. Nou, dankjewel. Monopoly Reisbouw. Geweldig. Samen een keer spelen? Nou, maar dan mag je geen echte pandjes meer melken. Oh, dat is jammer. Hey, dankjewel. Ik ga wat ballonnen opblazen. Als Wiebren en jij iets gemeen hebben, is het natuurlijk jullie carrière bij de VVD. Dat is een van de dingen die we zeker gemeen hebben. Uh-huh. En verder denk ik een beetje gezond verstand. Maar jullie lengte niet? Nee, hij noemt zichzelf altijd de kabouter en mij de reus. Dus ja. Uh-huh. Ik heb tijdens vorige verkiezingen ook op Wiebren of Van Haag gestemd. Toen was hij nog bij FVD, maar hij heeft mijn stem toen. Is hij uw favoriete huisjesmelker? Een jaar of 10 geleden is de VVD totaal links afgeslagen. Toen jij er nog bij zat? Ja, toen zat ik er nog bij. En toen dacht ik ga er wat aan doen. Maar dat is niet gelukt. Ze hebben wat aan mij gedaan. Dus ze hebben mij eruit geflikkerd. Maar dat was alleen maar omdat je gewoon een beetje te gortig aan het melken was? Nee. Dat was omdat ik een brief van een huurder aan mij beantwoordde. En dat vonden ze zo slecht dat een ondernemer in de fractie zat. Dat ze zeiden, nou, dit gaat echt veel te ver. Jij ondernemer, jij moet weg. Nou, toen ben ik weggegaan. Je bent toch ook een carrière-politicus? Nee, zeker niet. Nee. Hoeveel partijen heb je bijgezeten? Wat zeg je? Hoeveel partijen heb je bijgezeten? Hoeveel partijen heb ik bijgezeten? VVD? Nee. Vanaf jaren 90? Nee, het is omgekeerd. Hoeveel partijen waren er die op dat moment bij mij pasten? Ik ben niet veranderd, die partijen wel. Mooi verhaal. Nee, maar het is wel waar. Maar geloof je het ook? Toch nog even over jouw pensioen. Hè? Als jij nou als ondernemer gewoon een beetje sober leeft, spaart. En je koopt dan een appartement dat leeg is en je verhuurt dat. Ja, dat is toch een hele goede manier om je pensioen te voorzien. Ja, denk jij echt dat mensen van mijn generatie een huis kunnen kopen? Ik weet niet welke wereld jij leeft. Maar... Nou, ik leef nu in de wereld van Hugo de Jonge. En Hugo de Jonge heeft ervoor gezorgd dat jij inderdaad geen huis kan kopen. Wat een onzin, dat heeft toch helemaal niks met... Ik bedoel, kijk, Hugo is een lul, maar dit hele land is toch gewoon naar de klote geholpen voor de partij waar jij jarenlang voor in de Kamer hebt gezeten. Daarom vind ik dat hele verhaal van rechts zo ongeloofwaardig. Nee, maar dat is gewoon echt niet zo. Kijk, de woningmarkt... Rutte heeft dit land niet naar de klote geholpen? Ja, dat wel. Zin in de bingo? Nee, want ik heb dadelijk nog een afspraak. Dus ik moet even heel vlug... Je moet heel veel handjes gaan schudden. Nou, dat ga ik nu doen. Er komen 120 mensen. Oh jee, nou dat red ik wel. Jullie wilden naar binnen? Nou ja, als het mag. Ja, zeg maar geen nee. Ja, nee, niks te verbergen, kom lekker naar binnen. Leuk. Okay. Ja, fantastisch. Als je een beetje aardig doet voor de mensen. Ja, nee, we gaan geen mensen. Maar ik doe wel dit aan. Tegen mij mag je onaardig doen, dat vind ik geen. Ja, wij zijn beroeps. Vispaal, maar de mensen daar. En ik heb even gekeken. Koffiebekers, sleutelhangers. Ik heb een Monopoly spel gezien. Dat is ons Monopoly spel. Die hebben we aan Wiebren gegeven. Nou, dat wordt daar nu verloot. Het was ook een vreemde eter, hè? Ja, dat allemaal reclame materiaal. Nee, okay. Mooie man, hè? Ja, goed, hè? Ja, ik weet er verder niks van hoor, dus ik hoor er niet bij. U bent alleen voor de bingo? Nee, ik weet niet. Ik kom hier net binnen lopen. Maar voor de bingo? Ja, voor de bingo. Er schijnt een Monopoly reisspel. Ik hoor het. Nou, ik ben benieuwd. Dat is een mooi dingetje hoor. €14,95. Wat, €14,95? Dat is het Monopoly reiskit. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga winnen. Ja. Ja, en een paar sleutelhangers, maar ik denk dat de Monopoly reiskit de grote klapper van de dag wordt. Ik denk dat ik hem ga winnen, maar ik zocht eigenlijk de toiletten. Misschien, jij weet het ook niet. Nee, ik ook niet. Ik zoek de toiletten, dus ik moet... Misschien even aan Wiebren vragen die... Nee, ik ga een rondje lopen. Ja, is goed. Nee. Ik wil dat jullie even gaan ontspannen en geef je over aan Patrick. Ongefilterd daglicht, dat reset je cortisol systeem. Je cortisol systeem, doe dat op blote voeten. In de aarde, gronden is echt. En houd je adem even vast. Voorzichtig, hè? Ken je grenzen? Voorzichtig, ik ken jullie niet. Jullie kennen de uitdrukking hoe iemand in het leven staat. Dit is jullie ochtendroutine. En ik hoop dat jullie het heel gezellig hebben vandaag.
ja, Henk moet snel weg, dus ik wil als eerste Henk even het woord geven, zodat Henk kan vertellen. Ja, wat ga je vertellen, Henk? Jongens, het is een warm bad. Het is leuk om hier bij jullie aanwezig te zijn. Ik vind het echt heel gezellig. En volgens mij, Wieberen, als wij straks met 7 mensen in die fractie zitten, dan gaan we elke ochtend gaan we die oefeningen doen die we net geleerd hebben. Ja? Even zo met z'n tweeën zo. En dan gaan we net zo lang door tot jij boven mij uitsteekt. En dat spreken we af, hè? Ja. Je moet toch even gewoon iedereen leren kennen? Heb ik gedaan, daarom heb ik iedereen een handje gegeven. Ben je er in langer dan een uur geweest? Ja. Ja, ik was er om 1 minuut over het uur. Ja. Ja, ik ben al langer dan een uur geweest. 61 minuten. 61 minuten. Nou, hallo. 30 seconden per lid. Zoiets. Nee, ik vond het heel leuk. Het was heel warm. Het was ook heel vriendelijk. Nee, maar in een democratie, ik bedoel, deze leden moeten straks bij de AOV over jou gaan stemmen. Ja, ja. En ze moeten toch weten wat er in hun leven speelt? Je moet hun toch gewoon kunnen vertegenwoordigen? Jij bent toch een volksvertegenwoordiger? Gaan we de komende weken op ons gemak doen. Want als ik dat hier moet doen met die teringherrie daarbinnen, dan hoor ik toch de helft. Dus dat komt helemaal goed. Dit is gewoon een normaal bruin café. Ja, maar voor mij is teringherrie. Volksvertegenwoordiger. Zeker. Man van het volk. Absoluut. 61 minuten bij de leden. Zo is het. Geniet van je jaren 60 feest. Dankjewel. Fijne avond. Trouwens, even een applausje voor de heren van Left Lezen. Want ik vind het echt ontzettend leuk dat er kritische journalisten zijn. Want de meeste journalisten die likken naar hun broodheer. Patrick is ook nog IT-specialist en die gaat ons iets vertellen over de gevaren en de voordelen van AI. Ik kan ook slap lullen hoor. AI, ja, bijzonder gezelschap om hier AI te gaan uitleggen. Dat is natuurlijk kunstmatige intelligentie. Er zijn mensen die zeggen dat wij in 2040... Dit staat niet uit mijn duim te zuigen. Was een NAVO-actie door de geheime diensten. En was bedoeld als gedragsmodificatie. En moet je voorstellen wat deze technologie daar straks aan gaat doen. En mensen als Freud en Jung en al die... Frenkel en zo, al die psychiaters, die hebben daar, het zijn geen psychiaters, maar allemaal tegenstrijdig nieuws. Dat is niet per ongeluk, dat is een zogenaamde PSYOP. En wat doet die PSYOP? Dit is uit de QBARC, CIA Interrogation Manual. Dit is het Alice in Wonderland pattern. Ja, ik verzin het allemaal niet, want zo zijn die jongens over ons aan het nadenken. De AI die gaat proberen te kijken, ja, is dat gunstig voor ons? Ondersteunt die persoon ons narratief of niet? Wat voor PSYOP moeten we op die persoon loslaten? Bent u er bang voor? Als ik zo dit verhaal, is het een doemverhaal? Kan ik u zo achterlaten of gaat u zich misschien vervelend... Of moet ik nog wat vrolijks eindigen? Ja, ik ben zeker op de helft van jouw informatie. Wat sta jij mij nou te vroegen? Ik ken jou wel ergens van, hè? Dat je met een keer... Ik zou het zeker even googelen. En de boeken bestellen voor meer informatie en de achtergronden... zoals jullie weten hebben we een bingo en zijn er prijzen te winnen. Nou, jullie hebben misschien allemaal de Animal Flow van Wieberen van Haga gezien. Dus je kan een hele mooie prijs winnen en dat is een personal training van Patrick hemzelf. Dus we gaan een balletje trekken. Het is de eerste keer dat wij dit doen, dus we weten niet of het helemaal goed gaat. Nou, ik heb nog nooit zo weinig bingo gehad, jongens. We gaan gewoon door. Oké. Okay. Op het allerdiepste dieptepunt van Richard vonden wij elkaar en we zijn toch een beetje de struikrovers van BVNO geworden. We zijn allebei onschuldig, toch? We zijn allebei niet integer, want niemand is integer. Als iemand dit woord integriteit nog wil gebruiken, dan kan dat bij BVNO niet, want het is totale bullshit. We doen niet aan integriteit, we doen gewoon aan eerlijk zaken doen. We moeten soms kiezen tussen twee kwaden, dat doen we allemaal. En de eerste die mij straks aanspreekt op mijn integriteit, die wil ik vragen. Heb je ooit eens een keer illegaal iets gedownload? Heb je ooit je werkster eens een keer een tientje extra gegeven zwart? Heb je misschien eens een keer de verkeerde vrouw gekust? Nou, misschien wel goed voor jou om dat meteen even te zeggen. Ben jij integer? Ontzettend. Ja, nou. De man van Left Laser is de meest integere man, denk ik, hier in dit huis. Nou, we denken dat het een goed moment is om eens even lekker te gaan barbecuen. Achter staat alles klaar, dus we gaan straks weer verder. Geniet ervan, neem nog lekker een drankje.
Kijk, normaal gesproken valt Jernas nu in slaap en nu is hij opeens actief. Ik weet niet hoe dat kan. Kijk, als je narcolepsie hebt, dan moet je dat niet doen op je werk. Dan kan je dat hier doen en op je werk moet je actief zijn, Jernas. Maar goed. Nee, dit is helemaal niet zo erg. Kijk, we hebben goede journalisten hierbij, dus die nemen alles op. En ik wil graag de beelden. Goed. Het is ons spel, hè? Is dat zo? Je hebt een wiemer gegeven. En waarom? Zodat hij geen huizen meer hoeft te melken. Oh, joh. Als hij dan 0 zetels heeft, dan kan hij gewoon... Nee, 5, minimaal 5. Je hebt het gehoord, toch? Je bent heel de avond gezellig hier geweest. Een pand kopen, dat is waarde creëren in die zin dat als jij een oud pand koopt en je maakt hem mooi en je krijgt daar een huur voor, dan creëer je waarde. De bouwvakkers, die hebben waarde gecreëerd. Jij had een zak geld die je naar hun toe hebt gegooid. Dat is niet heel veel nuttigs. Weet je wat we ook kunnen doen met huisjesmelkers? We kunnen ook gewoon... Die huizen staan er nu. Jullie voegen geen waarde meer toe. Dus de eigenaar. Jij hebt het niet gebouwd. Nee, maar laat even dit gedachte-experiment. Nu even mijn kant. We brengen dat gewoon in een pot. En dan elke maand leggen we wat geld in die pot. Want we onderhouden het samen. En dan hebben we jullie niet meer nodig. Zijn jullie gewoon buiten spel. Ik weet, jij bent een communist en jij wil graag het eigendomsrecht afschaffen en alles samen delen. Heerlijk. Maar uiteindelijk betekent dat niemand meer... Dat jij geen huisjes meer hebt. Alles naar de kloten gaat. Je moet gaan werken voor je geld.